Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Paviljoen Malieveld, All Medical Total Service, Jaipur of India, Varenheidstraat en ZH Media. Y'all ready for this? Hellas van 15 maart 1927 is een van de oudste handbalverenigingen van Nederland. Vanavond staan er twee belangrijke derbies op het programma. De dames spelen tegen Quintus, de heren daarna tegen Hercules. Naast mij de trainer van de dames, Joris Windjes. Joris, waarom is het zo belangrijk vanavond? Nou, het is een echte derby en er zijn toch wel twee belangrijke punten op het spel om de kampioenspool eventueel te halen. En je weet hoe dat met derbies gaat. Dan hoef je niemand te motiveren die wil en moet je gewoon winnen. Dat komt uit je tenen. Dus het is heel belangrijk. En wat gaat het worden zometeen? Ja, ik ga ervan uit dat wij er echt een wedstrijd van maken en dat we misschien wel met de punten aan de haal gaan. Nou, we gaan het volgen. Voor ons eerste item gaan we naar het Kyocera Stadion, waar we een voorbeschouwing maakten op de belangrijke wedstrijd van ADO Den Haag uit tegen Feyenoord. Henk Vreeser met ADO Den Haag op bezoek bij Feyenoord. Hoe bereid jij je ploeg voor op zo'n vijandige omgeving? Nou ja, kijk, het zijn speciale wedstrijden, omdat er in Nederland relatief weinig van dat soort wedstrijden zijn, waar het publiek toch behoorlijk veel invloed heeft op de wedstrijd. Het zij op de ploeg van Feyenoord. Ik weet niet wie de scheidsrechter is, maar ik hoop eentje die een persoonlijkheid en die sterk in zijn schoenen staat. Want het heeft ook hier en daar wat invloed op de keuzes van de scheidsrechter. Maar goed, wat ik net al zei, het is een van de weinige wedstrijden waarin je ook je eigen ploeg niet hoeft te motiveren. Want dat is iets wat daar wel automatisch gaat. Middenvelder Kevin Jansen doorliep de hele jeugdopleiding van Feyenoord. Aan hem vragen we wat er nou zo speciaal is aan die club. Ja, nou ja, als je als klein jongetje daar in de Kuip komt, dan dat onthoud je gewoon. En de wedstrijden, als je een leuke wedstrijd hebt meegemaakt, en dat heb ik er vaak, ik heb een aantal meegemaakt daar, dan dat vergeet je niet. Dus sta je dan straks ook als liefhebber op het veld, uit tegen Feyenoord? Ik heb wel altijd die wedstrijden goed kunnen scheiden hoor. De wedstrijden kijken en zelf daar tegen ze spelen. Dus ik vind het heel mooi om dat te spelen. Het is het mooiste stadion, denk ik. Alleen, ik kom daar niet om rond te kijken. Maar diep in je hart heb jij nog wel wat voor Feyenoord? Ja, zeker. Nou ja, dat heb ik ook nooit ontkend. Maar de wedstrijden met ADO zijn de enige die ik hoop dat ze verliezen. Dus, Ook Johnny Zuiverloon is een kind van de Kuip. Net als Kevin Jansen doorliep hij er de jeugdopleiding en hij speelde er in het eerste elftal. Wat moet je doen om je te wapenen tegen de magie van de Kuip? Je moet gewoon zonder angst naar de Kuip gaan en gewoon je eigen spel spelen. En, als ADO zijn, dan ga je naartoe met je achterhoofd dat je waarschijnlijk niet gaat winnen. Dus dan is het alleen maar lekker om zo te spelen dat je eigenlijk niks fout kan doen. Dus dan is het, dat vind ik juist het lekkerst. Want je speelt niet tegen 12 man, maar je speelt vaak ook tegen 13 man. Zoals de trainer ook net zei, van de scheidsrechter moet wel een vent met persoonlijkheid zijn. Anders kun je daar ook last van krijgen. Ja, het publiek kan heel meeslepend zijn. En als de scheidsrechter daar niet tegen bestand is, dan heb je hem soms ook wel tegen. Ja. Wat betekent Feyenoord voor jou persoonlijk? Ik heb mijn hele jeugdopleiding heb ik daar doorlopen. En ik ben daar gedebuteerd. En ik denk dat het wel is, denk ik. Is het iets wat nog steeds wel in je hart zit? Nou, niet echt meer hoor. Het is alweer, denk ik, 10 jaar geleden dat ik daar heb gespeeld. En zo oud ben ik al. En dat is niet echt dat het echt heel diep in mijn hart zit. Het is wel een fantastische club, echt een hele mooie club. Alleen niet meer zoals vroeger. Aan Rotterdammer Kevin Jansen vragen we wat nou de verschillen zijn tussen beide volksclubs ADO en Feyenoord. De verschillen, ja. Dat is gewoon, ik denk dat daar nog meer druk is dan hier. Toch van de supporters, als het even niet loopt, dan hoor je het wel. Hier is dat ook, maar goed, daar is het iets groter, denk ik.
ja, de verschillen. Ja, dus, het lijken toch echt veel op elkaar, denk ik. Ja, het spelersmateriaal misschien, het is allemaal veel groter en dat is het. 9 jaar lang speelde Henk Vreeser voor Feyenoord. In die periode pakte hij 1 keer het landskampioenschap. Hij won wel eens de KNVB-beker, hij haalde het Nederlands elftal. En hij speelde natuurlijk met jongens als John de Wolf, Ruud Heus. Een echte boevenbende. Wat deden zij nou om spelers uit hun spel te halen? Nou ja, gedeeltelijk heb je daar invloed op. Voorafgaande in de wedstrijden, interviews of weet ik veel wat. En ook in de tunnel. Hier en daar. Wat deed Henk Vreeser in de tunnel? Ja, ik moet zeggen, ik keek vooral naar wat er om me heen gebeurde, moet ik eerlijk zeggen. En ja, dan zie je wel wat dingen gebeuren, waarin een beetje wat intimidatie, maar... Wie was daar de beste in bij jullie? Je hebt mensen die natuurlijk best wel aanwezig zijn qua fysiek. En de Wolf was daar een type voor. Maar je hebt ook jongens die niet heel veel zeggen, maar je alleen aankijken. Waar je ook toch wel een beetje angstig voor werd van Gobbel. En ja, zo had je verschillende jongens die daar wel... bedreven in waren. ADO heeft er ook een paar goede Haagse bikkels. Dus wordt de opdracht gewoon terugkijken in de tunnel? Ja, ik denk niet dat wij ons moeten laten overbluffen. Het is een andere tijd geworden. En ik denk niet dat wij een ploeg zijn die ons daardoor laten overbluffen. Ik denk alleen juist in het gedeelte dat je overtuigd moet zijn dat je een goed resultaat kan halen. Daar moet je echt voor gaan. Maar wij zijn niet iemand. We hebben een aantal jongens die zich niet daardoor gek laten maken. Dames zijn klaar inmiddels. 28-9 verloren van Quintus. Thalissa Groen, jullie zijn echt afgedroogd, hè? Ja, zo kan je het wel zeggen, ja. Ik heb er eigenlijk niks mooiers van te maken dan dat. We begonnen erg sterk, moet ik zeggen. Ik denk dat we Quintus de eerste 10 minuten geïmponeerd hebben. Ze hadden niet zo sterk Hellas verwacht. En daarna zwakt het af. En ik heb echt geen idee hoe dat komt, eerlijk gezegd. Want jullie liepen te zoeken en de passes gingen mis. Het was misschien wel de slechtste wedstrijd van het jaar, kan ik me voorstellen. Nou, we hebben op dit moment een beetje een dipje. De afgelopen 3 weken gaat niet zoals dat we willen dat het gaat. We zijn voor de kerstvakantie zijn we sterk geëindigd. En die stijgende lijn hadden we door willen zetten, maar dat komt er op dit moment nog niet echt uit. We zijn hard aan het werken, er wordt hard getraind, de sfeer is goed onderling. Alleen in de wedstrijden komt het er gewoon niet uit en lukt het gewoon nog niet. Is nu je kwalificatie voor de kampioenspool in gevaar? Nee, is nog niet in gevaar. Er is nog van alles mogelijk. Er is helemaal niks gespeeld. Maar in deze fase van de competitie zijn alle punten belangrijk. En je hebt alles keihard nodig. Vorig jaar hebben we het op het laatst net niet gered. En dan merk je in die degradatiepool moet je er gewoon keihard aan knokken. Ja, dat willen we dit jaar gewoon niet. Oké. Ga je nog hier blijven om naar de heren te kijken? Ja, uiteraard. Want de heren van Hellas nemen het zometeen op voor de andere derby tegen Hercules. Wij gaan kijken wat het gaat worden. U gaat kijken naar ons volgende item. Daarvoor trokken wij naar Zoetermeer, naar de freestyle snowboardster Julia Lach de Ber. Zomaar een doordeweekse middag. Na schooltijd loopt Julia naar de sneeuwhal voor haar dagelijkse training. Hier brengt ze bijna elke dag door. Omkleden en hup, de piste op. Julia, hoe vaak kom je hier eigenlijk? Nou, ongeveer gemiddeld 3 à 4 keer per week. Dus eigenlijk mijn tweede thuis. En waar gaan we vandaag op trainen? Freestylen natuurlijk. En meer trucjes leren en beter worden. Wat ik me nou afvraag, waar is je board? Ja, die ligt al op de baan, die zit op ons te wachten. Gaan jullie mee? Hebben jullie het al een beetje koud? Nou, nog even volhouden. Ik ga nu frontlip doen. Dus ik ga nu naar boven. Zien jullie zo? Ja, snowboard is zeker mijn lust in mijn leven. Het is... Nu al 7 jaar lang echt iets wat ik dagelijks doe en ook echt dagelijks mee bezig ben. En het is zeker wel echt een
een deel is het uitgemaakt van mijn leven, dus ja. Hoe kom je aan die passie? Ik denk dat het echt begonnen is bij kleins af aan. Mijn ouders die namen mij en mijn broertje altijd mee op skivakantie. En na een paar jaar zijn we gaan snowboarden. En dat vonden wij zo ontzettend leuk. En nu zit ik hier en ben ik steeds verder en ja, heel fanatiek geweest. Dus ja. Ik deed een backside tornado out. En is dat een van je favoriete sprongen? Favoriete sprongen is meer op de kikker, maar favoriete trick wel. Op de rails en zo, dat is wel, vind ik wel lekker om te doen. Dus, ja. En nou willen we echt een hele gaaf, de allervetste, de allercoolste zien. Ga je die nu voor ons doen? Ik ga het proberen. Ik ga mijn best doen. Zie jij voor jezelf een toekomst als professioneel freestyle snowboardster? Ik zeg dat niet zo gauw. Het is niet zoiets dat ik dagelijks dat tegen mezelf zeg of zo. Of ik moet. Ik denk maar gewoon, je moet gewoon plezier hebben en het gewoon leuk hebben. Ervaringen opdoen, wedstrijden rijden, met je vrienden snowboarden. Ik denk dat je dan uiteindelijk zelf wel het goede pad op komt als je het zelf echt wil. Als jij jezelf te veel gaat pushen of weet ik wat door andere mensen om je heen, dan vind ik het niet echt. Dan is snowboarden niet echt jouw passie. Training zit er bijna op, Julia, tevreden? Ja, ik vond het heel leuk. En het is altijd leuk om in mijn tweede huis te zijn, zeg maar. Dus, ja. Wat heb je als afscheidstruc voor ons in petto? Dat blijft een verrassing, dat mogen jullie zelf zien. Ging deze goed? Ja, had beter gekund. Maar ja joh, hoort erbij. Wat is nou het allerlekkerste van zo in de kou bezig zijn? Voor mij is dat echt gewoon vrijheid. Je kan gewoon doen wat je wil. En ja, je bent gewoon echt zeg maar in je eigen wereld. En met die kou erbij, eigenlijk moet je dan eigenlijk in een berg zijn. Dat is natuurlijk nog vetter. Maar ja, dit is een goede vervanging ervan. Dus ja, leuk. Zullen we snel een warme kop koffie gaan drinken? Ja, zeker. Jullie zullen het ook vast koud hebben. Het is rust. Het staat 11-8 voor Hellas. Het gaat goed, hè? Het gaat zeker goed, absoluut. Als je het verwacht? Gehoopt. Heb je ze ooit zo goed zien spelen dit seizoen? Nee, zeker niet. Hoe komt dat? Ja, ik kom voor het eerst vandaag. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Wat vind je van de wedstrijd tot nu toe? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben net aangekomen. Ik heb nog niks gezien. Ik kom de tweede helft kijken. Hoeveel denkt u dat het staat? Ik heb geen flauw idee. Gaat u mij verklappen of niet? Hellas staat voor. Kijk, dat is het goede nieuws van vandaag. Had u verwacht dat ze voor zouden staan bij de rust? Dat verwacht je toch altijd? Alleen het gebeurt nooit. Nou, je mag geduld hebben. Denkt u, gaan ze winnen? Jawel. En gaat Hellas aan het einde van het seizoen nog degraderen? Nee, tuurlijk niet. Nee, als het erop aankomt, denk ik dat we de punten pakken. Voor wie zit je eigenlijk op de tribune? Hellas natuurlijk! Slapjes de kleedkamer uit, maar verder voor de rest, ja. We herpakken onszelf gelukkig en kunnen gewoon, ja, we laten zien dat we de betere zijn. En dat is lekker zo richting de degradatiepool. Want het werd 11-11 en daarna herpakten jullie je. Ja, gelukkig wel. We hebben dit seizoen nogal vaak te maken met het feit dat we, als we de kleedkamer uitkomen, dat we dan wat slaperig zijn. En maar ja, gelukkig hebben we ons daar overheen kunnen zetten en zetten we een mooi resultaat neer. Dus dat is fijn. Ja. Jullie winnen uiteindelijk met 19-18. Ja. Komen jullie nog van de laatste plaats af? Volgens mij komen we niet meer van de laatste plaats af.
komen net wat puntjes tekort, denk ik. Maar we beginnen onderaan de degradatiepool. We hebben niks te verliezen, dus dat gaat iets moois worden. Met deze spannende 19-18 overwinning voor Hellas zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van Den Haag Sport TV. Heeft u nou nog commentaar, opmerkingen, tips of whatever, mail ons dan op onderstaand e-mailadres. Wij zijn er volgende week weer met onder meer een terugblik op het Haagsport Gala. Wees gezond, ga lekker sporten en tot de volgende week. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Paviljoen Malieveld, All Medical Total Service, Jaipur of India, Varenheidstraat en ZH Media.